Nee, de beroemdste die we op dit moment hebben, met ook twee topsportende ouders, en dat weten veel mensen niet, en dat is onze eigen Max Verstappen. Oh. Want we kennen allemaal Jos, maar zijn moeder, Sophie, dat was een van de beste karters van de wereld. En zij, wist ik niet. Wow. Nee, zij wilde eigenlijk heel graag Formule 1-coureur ook worden, maar Jos zat al in die Formule 1. Die zei toen, joh, ga jij nou voor de kinderen zorgen? En ik heb al die Formule 1, dus ga jij dat nou niet doen? Ja, en omdat Jos al in die Formule 1 zat, heeft zij besloten om zeg maar eigenlijk met het racen te stoppen. Maar ik maakte laatst ook een fout. Ik moest Max interviewen en toen vroeg ik, als je vader nou wielrenner was geweest, had je dan volgend jaar de Tour de France gewonnen? Zei hij, onderschat mijn moeder niet. Want het is niet, het zijn echt misschien nog wel meer de invloed van mijn moeders genen dan mijn vaders. Denkt hij zelf. Ja. Dat is Max Verstappen. De lijst gaat door. Nou ja, dit weekend heeft Suzanne Schulting 2 World Cups gewonnen. Haar vader, Jan Schulting, oud voetballer. Ja, we hebben een enorme lijst. De Koemannen, Cruijff, Blind, Van der Poel, ook dit weekend. Mathieu van der Poel, Europees kampioen veldrijder geworden. Zijn vader, Adrie, natuurlijk een hele grote wielrenner. En zijn opa aan moederskant was ook weer een hele beroemde Franse wielrenner. Dus ja, als je nu de vraag zo stelt, dan zou je denken Patrick Luivert. Nee, om als iemand te noemen, want hoeveel zonen van hem zijn al professioneel onder contract? Nou ja, alle drie. Ja. En zijn jongste, dit zijn ze, zijn jongste Shane voetbalt in de jeugd van Barcelona. Dus, maar Barbara, jij begon al van je gelooft er eigenlijk niet in. Hier zien we hem. Nou ja, omdat je natuurlijk heel veel. Ja, dit is de kleinste die bij Barcelona speelt. Maar jij zegt of denkt het is toeval, want er zijn veel minder, veel meer sportouders waar geen kinderen uit voortkomen die zelf ook de top bereiken. Ik denk, maar nogmaals, dat je heus wel wat meer genen meekrijgt en dat het vooral de omgeving is. Een topsportouder weet wel wat er voor nodig is. Mm-hmm. Om te slagen. En wat de valkuilen zijn. Dus ik denk dat dat misschien nog wel belangrijk is. Maar kom er maar in met je theorie.